SketchUp heeft twee soorten licenties, een subscription en een classic license. Mocht je gebruik maken met je organisatie, vaak is het een onderwijsorganisatie van een classic license, dan moet deze licentie jaarlijks vernieuwd worden. Deze jaarlijkse vernieuwing betekent ook dat het serienummer en de autorisatiecode na een jaar moeten worden onttrokken per apparaat en er opnieuw worden ingezet met het nieuwe serienummer en de nieuwe autorisatiecode. Dat geschiet als volgt. Je gaat binnen het Welcome to SketchUp scherm naar Licensing. Dan heb je twee tabbladen, Subscription en Classic. Bij Classic staat er waarschijnlijk, als je hem al een jaar hebt gebruikt, een serienummer en een autorisatiecode met daarbij de naam van de instelling. Maar goed, deze is verlopen. Dan staat er waarschijnlijk ook een grote knop, waarschijnlijk in het rood, met Remove License. Dat moet je op elk apparaat doen. Dus elk apparaat wat de oude licentie heeft, daar moet de licentie aan worden onttrokken. Nadat je per apparaat Remove License hebt gedaan, kan je hier opnieuw je nieuwe serienummer en je nieuwe autorisatie invoeren die je hebt ontvangen. En als je dat hebt gedaan, klik je op Add License. Dan zal er gezegd worden, this license is ready for you to use of iets dergelijks. Daar kan je dan weer een jaar gebruik van maken. Let erop dat je volgend jaar opnieuw dit proces moet doorlopen, zolang als deze licentie vorm bestaat en uiteraard zolang als dat je licenties in deze vorm afneemt. Veel succes hiermee. Het is even een tijdsinvestering, maar daarmee werkt je licentie wel. Succes!